Het is niet zozeer dat ik dure films wil maken, maar blijkbaar, eens ik begin te schrijven, wordt het duur. Maar ik zou het liever minder duur hebben, maar spijtig genoeg komt er altijd een prijskaartje bij te kijken. Als je fantasie doet, ook om de manier wat ik film maak, is alles moet toch op een bepaalde manier juist zitten. En de details zijn ook belangrijk. En vanaf dat je met details begint, dan kost het een beetje geld. Zeker qua decors en dergelijke, wat ook heel belangrijk is. Mijn decorateur was iemand uit Frankrijk, Erwan Le Floch, een vreemde naam. Maar het is een heel tof persoon en die heeft ook wel... want decors is voor mij ook een beetje een personage in de film. De films die ik maak. Dat gaat verder op het scheppen van werelden. En daarvoor zijn de decors en de settings heel belangrijk. Dus daar richt ik heel veel, steek ik ook heel veel tijd in, dat correct zit voor mij. Jij bent een stripliefhebber, hè? Ik ben zeker een stripliefhebber, ja. Dat is ook, mensen vragen meestal van, ja, heb je geen inspiratie uit strips en dergelijke? Ik ben heel lang een verzamelaar geweest van Amerikaanse comics dan. En dat is altijd een beetje blijven steken, denk ik. Dus absoluut. Het zal nooit meer goed komen. Dus ik ben al verloren.